Hi, Kreeft. Let's do this. Je voorspelling, tarotvoorspelling voor april. Het zal geen hele lange zijn. Mijn naam is Anna Miek nu. Anna met twee A's. Geen lange, omdat ik geen druk op mezelf wil leggen deze week, deze maand, om 12 lange videoclips te maken. Rider Waite? Wil niet. Komt geen kaart uit. Ik denk dat het symbool staat. Nou, ik weet het wel zeker. Het staat symbool voor dat jij iets niet wil zeggen. Dus er kwam geen kaart uit. Dus hoe verwoord ik dat? Wat zei ik nou? Er komt geen kaart uit. Er komt geen woord uit bij jou. Kijk, dit deck doet het wel. Krijg ik meteen een kaart. De acht van zwaarden. Er komt bij jou geen woord uit, omdat je bang bent dat als jij gaat praten, als jij iets gaat zeggen, waar dan ook over, dat je dan nog verder van huis bent. Dat je dan al helemaal je zin niet meer krijgt. Of dat je dan beschimpt gaat worden. Dus voor het eerst in mijn leven dat ik het woord beschimpt gebruik. Beschimpt. Ik gebruikte het prompt. Dat je bent bang dat je uitgelachen gaat worden. Of dat je niet serieus genomen wordt. Je bent ook bang dat als je iets gaat zeggen dat je er niet goed over nagedacht hebt. Dat je het plop er gewoon ineens uitvloept. Vloept. Willy PT. Misschien zeggen de initialen PT jou iets. Het ontbreekt jou aan zelfvertrouwen. In april om zwaarden gaan over... Zijn luchttekens gaat over communicatie. Dus je bent bang dat je het verkeerde zal zeggen. Je gaat je mond houden in april. Even kijken of Rider Waite het nu wel doet. Tenminste de andere Rider Waite. Dacht dat ik naartoe zou gaan, is dat ik je zou troosten en zou zeggen van hé, maar weet je, het maakt niet uit. Het is wel goed, het komt wel goed. Dat als je je mond niet opentrekt, weet je, dan kan je het later wel goed maken. Dan kan je later wel ja, je wijsheid delen of je grapje delen of je grens delen of je doel delen, je gevoelens delen. Waar het dan ook voor jou over gaat in april. Maar staaf 6 heeft een cirkel bij zich. Een rondje die ik nu opvat als 0. 0 woorden zeggen geeft een zegen. Dus het is... Dus je bent onterecht bang. Want je kan best wel iets delen. Het is niet waar dat het allemaal veel erger gaat worden. Het is niet waar dat, nou ja, alles wat ik net heb opgenoemd, dat iemand boos op je gaat worden, dat iemand je gaat verstoten, dat iemand een toelage of een bonus of een donatie weer terugtrekt, of een erfenis zelfs. Het is niet waar dat er erge dingen gaan gebeuren als jij je mond opentrekt. Maar, desalniettemin, is het wel een zegen, of een zegen, als jij, dat jij je mond houdt. Waar dat over gaat, dat kan... Waar gaat dat over? Dus waarom is het een zegen? Weer een ander dek. Dekken. Twee keer gelijk. Waar gaat dat over? Waarom zal het een zegen voor je zijn als jij je mond gaat houden? In april ga jij je mond houden bij iets waar je normaliter ja, wel iets over zou zeggen. Of... Waar je eigenlijk al maandenlang naartoe gewerkt hebt om er eindelijk iets van te zeggen. Op die ene verjaardag, bij dat ene feest, in die ene situatie, bij dat evenement.
iemand... Ik heb twee kaarten voor je. Uit twee verschillende sets. Het eerste is leg up. Dus dan zie je een kleine ijsbeer klimmen op een grote ijsbeer. En die andere is het tsunami. Je bent dus bang voor een tsunami. Je bent bang dat de golven jou zullen verpletteren. Alles wat je terug gaat krijgen als jij je mond opentrekt. Oh, daar wil je helemaal niet bij zijn. Dus ga je het maar niet vertellen. Maar die kaart die heet wake up call. Dus als jij gaat zwijgen over iets waar je eigenlijk dus helemaal niet over hoeft te zwijgen, ga jij dus veel meer naar binnen. Het gaat voor jou een wakker word moment worden. Een soort van, oh, dat is eigenlijk ook wel logisch. Want na de zwaarde 8 komt de zwaarde 9. En dat is die persoon die rechtop in bed zit, die wakker is. En die inderdaad ook een wake-up call krijgt. Die eindelijk wakker wordt. Ik doe zo, snap je? Er gaat een lichtje bij je aan. Er gaat een lampje bij je branden. Jij gaat, doordat je zwijgt, ga je zien hoe die ander doet. Of ga je juist zien hoe jij zelf doet. En misschien gaat het over communiceren in het algemeen, Kreeft. Of misschien gaat het over hoe jij overkomt op een ander. Want ik denk dat iemand het gaat merken. Dat jij iets wil zeggen, maar je gaat het niet doen. Misschien moet je wel letterlijk je hand voor je mond houden. Maar misschien dat dus diegene dusdanig op jou gaat reageren, dat het voor jou een zegen en een zegen zal zijn. Er gaat dus iets heel goeds uitkomen. Hoewel dus in eerste instantie jouw gevoel, jouw angst hiermee aan de gang gaat. Dat je dus wil gaan zwijgen, dat komt voort uit je angst. Misschien ga je dus iets inzien over je angst. Misschien moet je in het al publiek iets, had je iets moeten vertellen tegen iemand, maar heb je dat niet gedurfd? Misschien heb je een hoge functie ergens, ben je de baas ergens, had je mensen moeten toespreken met niet zo leuk nieuws, of misschien met juist hartstikke leuk nieuws. Maar dat je daar dan dus inzichten over gaat krijgen. En daar ga je echt heel erg veel aan hebben. Het gaat jou helpen om, nou, als je baas bent kan je eigenlijk niet hoog komen, maar om te promoveren, om een hoger loon te krijgen. Het gaat je helpen om gelukkiger te zijn, succesvoller te zijn. Ik denk eigenlijk dat het vooral te maken heeft met een werksituatie. Of met klussen in huis dan, of in de buurt of zo. Maar iets met werk, met projecten. Met dingen die je dus kan doen met je handen of met je denkgeest. Dat je dus met je intellectuele krachten... Ik begin te stotteren aan het werk moet. Ik ga stoppen. Dankjewel voor het kijken. Positief dus, positief. Hoewel het dus negatief lijkt te beginnen, maar het is positief voor je. Maar het is wel iets wat dus de hele maand april jou bezig kan houden. Ja. Heel veel liefde en succes. Dankjewel voor het kijken, voor het liken en voor het abonneren. Dankjewel.